Verraste mensen, moet je me altijd leren van de juiste kant te zijn. Ja, het is al deel 9 van Mechelse muziek in tijden van corona. En vandaag gaan we een klein beetje afwaken. We gaan niet zo heel veel over muziek hebben, maar toch zadelings willen wekken, want we gaan ons verplutsen naar Walem. En het is een lange aanloop voordat we er zijn. Hè. In Walem, ja, dat is dat terpje zo, dat tussen ja, Rumst en Mechelen ligt. Zo juist verwaarloos eigenlijk. En Walem is nog bij Mechelen. Hè. En daar zit wel wat muziek in, want het is niet de enigste aflevering dat we aan Walem gaan besteden. Alhoewel dat deze muziek toch maar een beetje ja, raar is, zal ik maar zeggen. En een lange naloop ook. We beginnen van, ik moet even soms naar zijn, want daar staat wat tekst. Hè. 1949. In 1949 tot 1969 gaan we naar een stukje van Battenbroek. Battenbroek, dat weet je liggen. Hè. Dat is dan aan die grote plas daar in Walem. En wat dat daar de voetbalterranen liggen. En dan dat wegje daar rijden van aan de Albertstraat tot aan Battenbroek. Dat is allemaal Battenbroek. Dat is eigenlijk een soort natuurgebied. En vroeger was dat eigenlijk vuil gras. Grassig gebied. En tussen 49 en 69 was dat die nanne van een NV, een naamloze vennootschap. En dat heette dus de Rager. De Rager, inderdaad. Of de Ragers. En wat deed die mannen? Wel, die gingen dus kunstmatig grond drogen, gest drogen in Battenbroek. Waarom moet dat nou kunstmatig gest gaan drogen, paasde? Hè? Dat was dat bekan 100 hectare grond. En waarom moeten die dat nou doen? Wel, dat was eigenlijk veevoeder van te maken. Die mannen die hadden dat vuil werk, die hadden dat geweldig vuil machinerie staan om dat gest rap te drogen en dan... Oh, ik kan dat allemaal niet uitleggen, want dat is een hele uitleg. En dan kosten ze dat dus 500 van maken. En dat was in handen van de familie Mettes. In Schoofloms Mertens. Maar waar zeggen die Mechelen? Mettes. Ja, dus, ik moet even zeggen, dat gras weer dus gemaaid. En dan weer dat is 500 van gemokt. Nog niet veel muziek, boten die machinerie dat daar begint te lopen. Wel, vanaf 1968 zijn ze dan begost met de aanleg van de Nijnijgeteen. Vroeger was dat de Nijteen, maar dan de Nijnijgeteen. Hebben ze dat dus aangelegd en dan hebben ze daar heel vuil grond moeten ontdagen in Walem. Ook van die mannen van de Rager, die moesten toch wel wat grond afstaan. Vonden die natuurlijk niet plezant, maar ja, ze hadden dus te weinig gest om nog vijfvoer te maken. Dus ze moesten een oplossing vinden. En wat dat die oplossing was, het was gedaan met de fabriek, wel, ze hebben een bol verkocht in 1969 aan de firma Biolux. Moet je zeggen, Biolux, wat is dat? Wel, die mochten ook een soort van vijfvoer, voor Griekenland vooral. En van waar kwam dat dan? Wel, die kochten allemaal de overschot op zo, de drash van de braverij. Gaat de braverij in, je moet af en toe eens naar daar naar ginder zijn, want je begint van alles te flikkeren. Gaat de braverij in Waarloos, hè? Dat dat van de Maas was. En dan hadden we ook nog de braverij in Luiven. Dat was van de Stella Artois. En die brochten al een bazaar, de overschot van als ze beer gemokt hadden naar daar. En daar mochten ze dan in die Biolux ook weer een soort verkens aan te sterken. En dat ging dan naar Griekenland, want die Belgische verkens die moesten dat niet hebben. Kunnen pauze, als ze dat deden, dan al die verkens gevoerd hadden, dan hadden meer zatte verkens als nuchter gehad met al die vijfvoer van die brave raaien. Dat ging niet. Hè. Nou, in 1966... Ik heb nog altijd niks over muziek, hè? Maar het komt. Hè? Het is niet een ozel, maar je gaat door. 1976, dan hadden de grote verstromingen. Dus, hopla, al die machinerie van die Biolux stond vol water. Ja, dat ging natuurlijk niet. Die hadden dan een hele hoop schoon. En die Biolux die zag het niet meer zitten. Ze hebben nog eens geprobeerd, maar dat ging niet meer. En dus ze moesten wel een boer ook wij verkopen. De gebouwen werden dus verkocht aan de firma Van Heulen. Zei dat al deed? Niet Van Heulen, want dat is die van de bussen. Van Heulen. Ik heb het ook juist... Nee, Verhuilen. Ik zeg het naar bussen. Verhuilen. Dat was een soort recyclagebedrijf van Ayotos. He, dus ja, een hele hoop, op een keer in de flik stond dat dan vol auto's. Dat hadden ze dan wel niet zo garen, want dat was dan eigenlijk een natuurgebied, allemaal vol auto's. Nee, die mannen die kosten dat niet blaven, die moesten dus naar Mechelen-Noord, naar het Neefindustriepark daar, en daar zitten ze trouwens nog altijd. En dan weer dus dat spel verkocht. En wie had dat toen gekocht, even zien, Erik Gebeurs. Erik Gebeurs, zei dat al dat deed Erik Gebeurs? Ja, die motocrosser, hè? Die hele gekende motocrosser. Die is daar een helihaven begonnen.
Het zeggen al zelf, een helihaven, dat is voor helikopters. Hè? Ja. Als het voor sportvliegtuigen geweest, dat was sportvliegtuighaven geweest. Het is een helihaven. Dus met vliegtuig. En die krijgt me dat toch ook wel een vergunning om 's nachts te vliegen, zeker. Ja, die gebeuren vonden dat daar ook niet plezant. Dus ook daar begon een hele hoop mensen te zagen en te klagen. Allee, die vergunningen, dat was allemaal niet zo gemakkelijk. Maar goed, hij had dat toch uitgebouwd. Ik herinner me dat trouwens nog, want ons kadijen, die shotte dat Tony wel, dat daar eens een keer ooit een helikopter geland was op het voetbalplein van Walen, om Sinterklaas daar af te lossen. Wel, dat was dus met een van die helikopters van Erik Gebeurs. Nou, die Erik Gebeurs, mannetjes, die was niet voor je gat te vangen. Die had dus ook, nou moet ik eens even zien, die had ook muziek gemokt. Ja, allee, muziek, je gaat ze beter horen, als je er muziek kunt van maken. Eerst had hij een Engels plotje gemokt. Hij had ook kunnen beginnen met dat de mensen niet te goed verstaan, dus ik kon in het Engels zingen. Don't slow down. Dat had te maken met zo'n motocross. Hè. Ja, moet er niet don't slow down doen, want dan kun je geen koers winnen. Dus don't slow down. En dat was eigenlijk met een producer. Ik zeg hem kwaad, hè. Hoe heet hem dat toch wijzen? Hè? Wacht, ik kan even een plotje zien. Jacques Rivers. Ja, Jacques Rivers. Hoe kon ik het vergeten? Jacques Rivers, een hele gekende Vlaamse producer. Je zou dat zijn naam niet zeggen, maar het was een Vlaamse producer. En die mocht dus dat plotje. Samen met Gebeurs. En dan had hij dus ook nog een plotje gemokt in Vlaams. Allee, in Vlaams is zo wat... Goh, ik ga het ze beter horen. Bij mij is dat meer lawaad, maar gelijk ook. Mensen kan het niet meer horen, dus ik mag het zeggen. Dat heette discipline. Voilà, hier heet het. Erik Gebeurs, discipline. En voor hetgeen dat daar gedaan heeft, mensen, moeten discipline hebben. Zo te kunnen koersen. Dus hij had dat plotje opgenomen. Discipline langs de andere kant, zei hem in volle koersen, zei het. Hè, discipline. Gaat de verkant, daar had hij gezongen. En in de achterkant hoorde alleen maar wat motto's lopen en wat weet ik allemaal. Dus we gaan dat eens opzetten, dan hoort het. Maar haal dat aan horen toe, want het is lawaai. Ah, ja. Erik Gebeurs was niet... Oer. Daar zijn ze erbij. Wacht, ik moet hier het klaarzetten, hè. Dat ligt niet aan plotjes, hè. Dat blijft daperen of zo. Dat is de muziek, hè. Oer, dat is hem, hè. Dan voelt de spanning. Ja, de mensen wachten tot ze vertrekken. Hè. Lawaad, we zeggen het zelf, in lawaad. Ja. Je het goed? De machine en discipline mokt hem. Ja, dat brengt hem tot de hoogste top. Hoe is hem dan niet meer gerokt in de top 30? Dat was een betere kost cross dan als zingen. Maar goed, hij had toch geprobeerd. Eens, ik zal hem nog eens laten zien. Je ziet, hij zet zelf een koptelefoon op zodat hem de lawaad niet meer toeren past. Ik weet het niet. Hè. Nog wat reclame bij. Zo'n Honda is terug aan de top. Dan ga ik het een beetje stiller zetten, maar het is wel niet gemakkelijk. Hè? Ja. Zo is het. Hij is nog wel aan chip aan het doen. Ja, dat was Erik Gebeurs dus. Hè. Ik hoorde hem op de achtergrond nog een beetje zingen. Allee, lawaad maken, zal ik maar zeggen. Die mensen hadden ook niet veel chance gehad. Hè, want hij had geluifd van 1962 tot 1900, tot 2018. En dan, 2018, zijn hond was juist gestorven. En hij had een klaar puppeke, een puppieke. En hij is in Mol gaan varen met een boot. En die hond springt toch wel in het water, zeker aaskaat water. En wat doet hij eigenlijk Gebeurs? Hij springt hij achter. Achter die hond, om hem te redden. Hè. En hij rupt nog, dan moet het lessen dat hij geroepen en had een boot. Mannen, komt wat dichter, want het is geweldig koud hier in dat water. En ze hebben hem niet meer gezien, ineens was hij weg. En die hond, ja, die is dus van zijn nagel nog op droge gerokt, hè, want die leeft nog. Hè. En ja, ze vonden hem niet meer. Hè.
En een beetje daarachter inderdaad, en we zijn teruggevonden in die put in Mol. En hij was gestorven. Dus ook geen plezant einde voor Erik Geboers. Die toch een stukje Walem geschiedenis mee gemokt heeft. Met zijn Eli Ave, die in 2004 trouwens al failliet was gegaan. En hier wat later ook nog in de verheffing. Maar goed, dat is bouwzaak. En ja, gezongen, en dat is het belangrijkste. Is dat nou al in Walem, dat stemmen van zangers? Nee. Maar het is al 10 minuten verbaasd. Die andere zangers die gaan we op een andere keer bespreken. Want die zijn er ook, hè. Goed, het is gedaan. Ik heb nog bijvoorbeeld poten die zangers dat we nog gaan bespreken. Walem zingt elk jaar. Walem zingt, dat is ook muziek. Hè? Wel, Walem zingt, dat gaat thuis in de Zonnebergen elk jaar. En dat wil dus dat toen ze even komen op tegen kanker. Als ze dat volgend jaar gaat dat niet thuis met de corona, want je maakt met zoveel volk niet bijeen. Ze zitten nou dan allemaal bijeen in die turnzaal of ergens in een zoltje. En je moet dan beginnen springen en zingen. Dat gaat zo maar niet. Nou, gaat dat niet. Hè? Maar volgend jaar moeten er eens einde gaan. Hoho, dat is met het Oostorkest van die school. Zijn er een paar leraars die dat zo goed kunnen zingen en dansen als ze kunnen lesgeven. Hè? Bijvoorbeeld de leading figuur daar is de Raoul de Vos, als je die moest kennen in Walen. De Raoul de Vos van een bekende familie, die past dat hem de zanger van Clouseau is, maar dat kan ook wel zingen, zijn gelijk als Clouseau. En die zingt dan, hè? En, samen met Giel die dingen, ja, al de zo bekende, Giel die Annekes Nest van die school, al die bekende lekers zingt er dus mee. Als ze volgend jaar zingen, mannen, allemaal naar Walem zingt, is ook nog veel goed doen. Voilà, dat was het voor vandaag. Het was niet zo heel veel muziek, maar toch, Mechelse muziek in talen van corona. Erik Geboers uit Efkes, geboren in Neerpeil trouwens, en gestorven in Mol, dus niet een echte Mechelen. Maar ja, wel, in Mechelen zijn zaak gaat en er ook een tijdje geweest en gewoond. Dus, mensen, merci voor te luisteren naar talen in corona. Mechelse muziek in talen van corona, deal 9. Ik begin al een beetje aan mijn dingen te geraken. Morgen, of de volgende keer, dat wij niet morgen, is deal 10. Dat is toch wel een prestatie, hè? Zo, je kent mij, hè? Als je met een vinger ziet, dan is het gedaan, hè? Dag, bedankt voor het luisteren, hè?